Hier kan uw commercial komen te staan. Wilt u meer weten? Bel of mail ons. Misschien dat ik 3 dingen moet noemen. Als CDA vinden we het heel belangrijk dat er op hele korte termijn wat aan belangrijke kruispunten gaat gebeuren. Kruispunten die onveilig zijn voor fietsers. Ik noem bij de Jan Tijmensteeg, daar bij het Kolla College. In Nijkerkerveen heb je een kruising bij de Emma Ezerkerk. Die worden echt op korte termijn aangepakt. Dat hebben we net besloten. Ik ben heel erg teleurgesteld in het feit dat we het niet mogelijk hebben gekregen, voor elkaar hebben gekregen de tarieven voor de parkeren. Dat die middels een amendement gewoon trendmatig zou worden verhoogd in plaats met 5,5%. Want dat zijn ontzettend hoge kosten in Nijkerk. En we hadden liever eerst een discussie gehad of dat nu echt wel nodig was. Ik vind ook heel erg belangrijk dat er wat gaat gebeuren met de organisaties die zich, kerk ook, maar ook Humanitas, Zonnebloem, die zich bezighouden met ouderen en ervoor zorgen dat die mensen kunnen terugvallen af en toe bij iemand. Mensen worden 1-op-1 soms aan een zogenoemd maatje gekoppeld. Ja. En we willen dus zoveel mogelijk ook als gemeenteraad ervoor zorgen dat die verschillende spelers, zou je moeten zeggen, dat die met elkaar gaan samenwerken. Wij zijn ervan uitgegaan, nee, dat is onze stelling, dat in principe Nijkerk zo weinig mogelijk betaald parkeren, het liefst helemaal niet, plaats zou moeten vinden. En daar is niet een discussie over mogelijk. En ik vind het jammer dat je niet eerst hebt kunnen discussiëren voordat je dit beleid stelt. Dan komt er een punt waar ik erg van geschrokken ben, dat is monumentenzorg. Daar heeft de wethouder gewoon gezegd, joh, de pot is zo meteen een keer leeg en dat betalen we niet meer. Ja, dat lijkt me dus een hele verkeerde uitgangspositie. Waar komen we zeker op terug? De kinderboerderij, dat vind ik mooi. De kinderboerderij is iets wat wij ongelooflijk belangrijk vinden. En we zullen ons er ook voor blijven inzetten dat het mogelijk gemaakt wordt. We moesten het gesprek weer op gang krijgen. En dan vind ik het prima als anderen ook een motie indienen en zeggen, je moet wel met ons meetekenen, nou, dan doen we dat. Dat hebben we net unaniem als gemeenteraad besloten. Alhoewel we de vinger aan de pols moeten houden en te kijken wat er in de praktijk van terechtkomt. Want de randvoorwaarden zijn ook niet direct even makkelijk in te vullen. Ik vond het verbazingwekkend, niet verbazingwekkend, wel misschien wel te verwachten, maar het CDA-standpunt over het onderzoek naar adequate huisvesting. Ik bedoel, als je het ooit over struisvogelpolitiek gehad hebt, dan is dit het. Maar laten we het maar niet onderzoeken, want wie weet wat eruit komt. En we willen dat toch niet betalen. Ja, dat is natuurlijk niet de manier waarop je ermee om zou moeten gaan. Wij zeggen, het is een financieel-economisch moeilijke tijd. Je moet dan voorzichtig zijn om nu allerlei weer onderzoeken te doen, hoe dit nog allemaal weer kan verbeteren, noem maar op. Want we hebben het geld er niet voor. En bovendien, we hebben daadwerkelijk de laatste tijd wat verbetering in het stadhuis aangebracht. U zegt eigenlijk, er is geen probleem. Nee, dat klopt. Dat komt wel een beetje op neer.